Congo Tales vertelt de verhalen van de oorspronkelijke bewoners van het regenwoud in Congo. Dat gebied, dat wordt al heel lang bewoond, maar de verhalen van de mensen die daar leven zijn eigenlijk nooit opgetekend. Nooit getoond, bij ons in ieder geval nooit getoond. En als je Congo googelt, dan zie je ellende, ebola, moord, doodslag. Terwijl het een heel bijzonder gebied is met hele bijzondere bewoners. De stichting Tales of Us heeft de verhalen verzameld. Dat hebben ze samen gedaan met een Congolese filosoof. En ze hebben Pieter Henket uitgenodigd om daar te komen fotograferen. En Pieter Henket, Nederlandse fotograaf die groot geworden is in New York en daar beroemdheden fotografeert, ook een heel breed spectrum. Die is met zijn hele entourage daarheen gegaan en heeft in de Congo gefotografeerd met alle creativiteit en met alle technische middelen die hem ter beschikking staan. En heeft eigenlijk een soort van 17e eeuwse schilderijen gemaakt van, met die bewoners daar. Het is een tentoonstelling vol met verhalen, vol met licht. Misschien zelfs wel het licht van de Nederlandse schilders van de Gouden Eeuw.